Het Early Child Development Project ECD is gisteren na een periode van 5 jaar afgesloten in de ballroom van Hotel Torarica. De gedreven motor achter dit project, Lilian Verrier, kreeg op aanvraag van First Lady Ingrid Boutersen een staande ovatie. Volgens de First Lady, die ook deel uitmaakte van de stuurgroep, is besloten dat het ECD-beleid voortgezet zal worden, nu niet meer als projectstuurgroep, maar als Nationaal ECD-beleidsnetwerk. Het zal 1 keer in de 2 maanden vergaderd worden. Dit omdat er is ingezien dat het van groot belang is dat we met elkaar communiceren. Zo alleen komt het integraal beleid tot uiting en kunnen de activiteiten een blijvende impact krijgen. In het kader van mijn project heb ik ook met een delegatie enkele studiereizen mogen maken. We zijn geweest naar Kingston, Jamaica en naar Fortaleza, Brazilië. Hierdoor heb ik enorme ervaring opgedaan op het gebied van ECD en alles daarmee gepaard gaat. Zo heb ik kunnen ervaren dat heel veel ook anders kan. Enkele voorbeelden, de inrichting van de peuter- en kleuterscholen in Kingston met posters van hun nationale helden. Het optreden van de kinderen en de interactie tussen kleintjes en hun leerkrachten hebben ook indruk op me gemaakt. En tenslotte de bijdrage van de universiteit en het bedrijfsleven aan de uitvoering van ECD-programma's in Jamaica. First Lady Boutersen gaf verder aan dat Early Childhood Development ECD een onderdeel is dat absoluut niet meer weggelaten mag worden uit het regeerprogramma. Lilian Verrier, die zich al langer dan 30 jaar vol passie stort op de vroege ontwikkeling van het kind, liet de afgelopen periode de revue passeren. De IDB heeft dit project gefinancierd voor een bedrag van ruim $500.000. Dit heeft ertoe geleid dat er resultaatgericht gewerkt kon worden. Het doel van het ECD-project was vooral de overheid ondersteuning te bieden om de integrale benadering van het ECD-beleid te kunnen realiseren. Annette heeft het gezegd, de First Lady heeft het gezegd. Het was nog nooit gebeurd. Iedereen deed zijn ding binnen het ministerie. Met overlap, met niet communiceren. We deden allemaal dat ding. En vooral het niet meten van de uitkomsten. Wat we wilden is dat die uitkomst een garantie was voor elk kind in Suriname dat het vanaf conceptie een goede start kon krijgen, optimale ontwikkelingskansen en bescherming tegen alle schadelijke invloed. We zijn er nog niet. Nou, toen u binnenkwam, hebt u gezien de indicatoren van dit project. Begin met geboorteregistratie, verminderen van alle vormen van ondervoeding, verminderen van vooral de neonatale en de perinatale sterfte, kindersterfte, het is nog te hoog. Betere leerprestaties voor de kinderen van 3 tot 9 jaar. Minister van Onderwijs is helaas ziek, want hij wilde er zo graag bij zijn. Maar hij is echt ziek. En maar in gedachten is hij bij ons, want dat stukje van vroegschoolse educatie, en dat is dus ook in samenwerking met de UNICEF, dat gaat gewoon door binnen zijn ministerie. Lilian Verrier, de motor achter het Early Childhood Development Project. Zij hield de aanwezigen nog voor dat de eerste 1000 dagen van kinderen heel belangrijk zijn. Want indien er in die periode schade aan de hersenen wordt aangericht, heeft dat een levenslang gevolg. Verrier prees president Desi Boutersen voor het feit dat hij de eerste president is die heeft ingezien hoe belangrijk de vroege ontwikkeling is en heeft gedurfd om het als beleidsonderdeel naar voren te schuiven. Ze deed dit op het moment dat president Boutersen de zaal binnenliep.